Ja, het congres is gestart. En hoe? Ik zat echt met open mond te luisteren naar een wethouder die als alternatieve mogelijkheid had dat ze gewoon de borrel aan kon kondigen. Want dat kan ook, hè? Welkom in deze stad. Het is een prachtige stad, komt u vooral nog een keer terug. Er is hier ook van alles aan de hand, maar daarover later meer. En trouwens, komt u ook op ons feestje. En wat we zagen, was een betoog van een hele betrokken politica die boven de wereld even uitstijgt en laat zien waar het ook alweer om begonnen was. Waarvoor doen we dat? En dan is toch wel bijna vermaning die we aan het eind kregen. U bent hartstikke professioneel, durf het eens niet te zijn. En we gaan er dus wel gemoed in, die trekken we dan wel. Het is mooi om elkaar te spreken in wat volgens mij hartstikke lastige tijden zijn. Misschien is het wel goed om toch wat beeld te laten zien. Ik ben gezwicht voor de verleiding om wat bij ons thuis het dominante thema is, ook het dominante thema van deze ochtend te maken, althans voor de komende paar minuten. Er is heel veel wild geraas en af en toe een lichte paniek. En dan helpt het om elkaar te spreken, dan helpt het om elkaar in een zaaltje in Amsterdam te treffen, om problemen met elkaar uit te wisselen. En dan helpt het vooral natuurlijk om vanmiddag in workshops de beste ideeën met elkaar te wisselen en ook de zorgen met elkaar te delen. Want als er zoveel wild geraas is, dan moet je elkaar spreken. Je merkt het ook meteen, het heeft meteen effect. Divoza en Cederis houden een congres en meteen zakt de werkloosheid. En dat was het nieuws van vanmorgen. Dus zeg nooit dat het niet helpt. Wat niet helpt is overigens de afstandsbediening van de slides. Want nu had ik best naar de volgende gewild. Kan iemand daar iets aan doen? Caroline? Ja, zie je wel. wij doen ons spelletje in een hele complexe wereld waarin dus iets minder dan 700.000 mensen werkloos zijn en waarin al die mensen, klik nog maar een keer, zich verdringen om zo'n 100.000 vacatures. Je legt de afstandsbediening ondertussen hier neer, misschien kan iemand er iets aan oplossen. 100.000 vacatures, dus we lopen 7 op 1. En dat is een heel ingewikkeld decor om ons kunstje voor te doen. Wat ga je doen? Wat moet je voor elkaar betekenen als dat ondertussen aan de hand is? Nou ja, het is ons werk om dat te doen. Ja, zie je wel, 100.000 vacatures. Een klein applausje mag voor de techniek. Wij zijn publieksdienaren. En daarmee zijn we dus ook dienaren van politici. Want die zijn het deel van... Ik ga maar eens hier staan, want volgens mij heb ik gewoon een te grote afstand. Die politici zijn degene die ons vertellen wat we moeten doen. En die gaan vaak met hun uitvoerders tamelijk liefdeloos om. De liefdeloze verwaarlozing, die geldt in de eerste plaats degene van wiens prestaties politici afhankelijk zijn. En dat merk je het best op het moment dat je zulk ongeschikt gereedschap uitgereikt krijgt als in de WWB-maatregelen gebeurt. Wie stout is, de roe. Er is geen ontsnappen aan mogelijk. Als je onderdeel wordt van een sanctiemachine, dan is dat het schofferen van je professionaliteit. Als je opgezadeld werd met het uitvoeren van ongelooflijke vaagheden op het gebied van de tegenprestatie, ik permitteer me niet een politieke opvatting over de wenselijkheid van tegenprestaties, want we bedienen allemaal wethouders met verschillende politieke kleuren. Maar als je zegt, gemeenten moeten verplicht met tegenprestaties aan de gang, dan zou je tenminste goed kunnen definiëren wat ze zijn. En er is een ongelooflijk schimmelrijk dat op ons afkomt. En ik neem het onze vrienden van de FNV niet eens kwalijk dat ze daar zwartboeken over aanbieden en zeggen, zullen we dan maar gezamenlijk eens wat proefprocessen gaan uitlokken. En misschien is nog wel het meest beladen onderwerp dat je ziet dat we deze verplichte figuren moeten dansen in een tijd waarin het heel druk is aan de poort, waarin je niet de enige gemeente bent als je voorschotten zit uit te reiken met alle problemen die dat straks weer geeft, omdat de toestroom zo enorm is.
En dat je dan een half jaar voor de participatiewet deze majeure verandering moet gaan organiseren. En dan heb je ook nog de participatiewet zelf. Er is een dikke kans dat we hem dus voor Sinterklaas nog in ons schoentje krijgen. En ik zal straks zeggen dat we hem zelf gevraagd hebben. Maar ik weet ook bijna zeker dat als hij er straks is, dat de Kamer gaat praten over een halffabrikaat. Het is hoopgevend als de werkkamer er straks uit is. Maar dan zijn er nog zoveel dingen die in AMVB's en nadere regelgeving moeten worden geregeld, dat we dan nog lang niet klaar zijn. Dus die participatiewet wordt een kolossale opgave. Eén uitstapje over het zetten van schoenen. Laat niemand doen alsof Sinterklaas een kinderachtig fenomeen is. In onze thuisstad, in Utrecht, bij de Klaaskerk, de Nicolaaskerk, zijn geschriften aangetroffen waarin al in de middeleeuwen kinderen, arme kinderen, hun schoenen zetten op Sinterklaasavond bij de kerk. En dan kwam er ook altijd wat in, ook bij de stoute kinderen. En dus in die cultuur is Sinterklaas groot geworden en die zit dus veel dichter bij de sociale diensten dan je zou denken. Wat wij in ons schoentje vinden. Wat we in ons schoentje vinden is de noodzaak om aan de slag te gaan met decentralisaties. En die decentralisaties zijn groot. Er werd zo net al gevraagd, wat is het onderlinge verband van die decentralisaties? En ik denk dat het een vrij raar antwoord is, dat ze er zijn en dat ze allemaal decentralisatie heten. Maar zo makkelijk komen wij daar niet mee weg. Want wij moeten namelijk zorgen dat onze politieke bazen, dat onze gemeente zich redt met die drie decentralisaties. En ik vind decentralisatie iets prachtigs. Want gemeenten zijn hartstikke sterk. Maar zou het helemaal uit liefde zijn en uit diep doorleefde besef dat gemeenten de beste overheid zijn om een aantal problemen te tackelen, dat je het beste af bent als je in handen valt van je gemeente, dat heeft aangezet heeft tot die decentralisatie. Als je het regeerakkoord leest, dan barst het van de warme teksten. Ik moest een traantje wegpinken toen ik het uit had. Wie heeft het ook gelezen? Ja, zie je wel. Hadden jullie dat ook? Tot ik bij de financiële paragraaf kwam, want dat verandert meteen een heleboel. Want dan zie je dat die decentralisatie en al die warme teksten over gemeenten misschien wel gemeend zijn. Maar dat moet je ook zien tegen de achtergrond dat in de structurele bezuinigingen die het kabinet van plan is te realiseren, meer dan de helft van de echte bezuinigingen, ik neutraliseer even voor de belastingverhogingen, in het gemeentelijk domein moet worden gevonden. Dat is indrukwekkend. Voor ons ook, zal ik maar zeggen. En dan worden de woorden van de grote sociale denker Churchill waar: gentlemen, we've run out of money, now we have to think. Is decentraliseren dan verkeerd, nu het is ingegeven door geldgebrek? Ik denk het niet. Uit geldgebrek kunnen prachtige en hele juiste gedachten ontstaan. En laten we onszelf niet rijk rekenen. Als je baalt van de decentralisaties, omdat ze gepaard gaan met hele heftige bezuinigingen, realiseer je altijd dat ze los verkrijgbaar zijn. En zouden de mensen die afhankelijk zijn van onze zorg, die afhankelijk zijn van onze professionaliteit, die werk zoeken en het nu nog even niet weten te vinden, die wij moeten begeleiden, zouden die echt beter af zijn als we wel de bezuinigingen mochten uitdelen, maar niet de extra bevoegdheden erbij kregen? Ik denk dat decentraliseren onvermijdelijk is. Ik wil in mijn schoentje nieuwe batterijen voor de afstandsbediening. En laten we er maar vooruit komen en er niet voor wegduiken dat wij het ook ongeveer hebben bedacht. Toen er een commissie De Vries kwam die moest nadenken over de toekomst van de SW-bedrijven, toen kwam er een commissie die was powered bij Cederis en Divoza. We zaten op de voorste rij. Op onze bureaus is het rapport ongeveer geschreven. Het rapport met de buitengewoon stimulerende naam Werken naar Vermogen. Zo stimulerend dat er vervolgens een wet nagenoemd is, die dan weer de SW als pijnlijke uitzondering had. Maar je moet ergens beginnen. Het waren onze clubs die zeiden: maak alsjeblieft één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. En waarom was dat? Omdat er zoveel mensen zijn die heel sterk op elkaar lijken, omdat ze hun eigen salaris niet kunnen terugverdienen en geen werkgever ze dus wil hebben. Omdat werkgevers gek worden
van 3 verschillende regelingen voor ongeveer dezelfde soort doelgroep. Namelijk mensen waarvan de persoonlijke business case niet uit kan. En omdat we in Nederland een reservebank hebben van 1,5 miljoen mensen. Toen het rapport werd geschreven was het nog geen crisis. 1,5 miljoen mensen die thuis zitten omdat hun business case niet uit kan. En dat is een schande. Dat is de reservebank. Mooi hè, Prezi? Ik ben bij het volgende blokje. We zitten een jaar voor de invoering. En op dit moment maken we mee dat je heel goed kunt voorstellen wat je allemaal moet doen om het over een jaar tot een succes te hebben gemaakt. En dat is de stand in het seizoen waarin er een heleboel mensen hopen dat Sinterklaas stilletjes hun huisje voorbij gaat. Waarin mensen hopen dat het niet doorgaat en beginnen te waarschuwen. Dus we hebben waarschuwingen te pakken. En als het een beetje mee zit, gaan we ze zien. Van vakbonden en van cliëntenorganisaties. Die zeggen, gemeenten, dat zijn hele enge wezens. Daar kun je de klanten beter niet aan overlaten. We hebben waarschuwingen te pakken van rekenkamers. Die zeggen, pas op, want die gemeenteraden die weten niet precies waar ze naar moeten kijken. En er wordt ook door de inspectie gewaarschuwd voor het gebrek aan bestuurlijke kracht. En ik weet niet helemaal zeker of het daarbij uitsluitend gaat over kleine gemeenten. Het is nog niet te laat, hè? Als de politiek bij zinnen komt, dan zou je heel hard op de rem kunnen stappen en zeggen, weet je wat, we laten het gewoon niet doorgaan. We doen het niet. We stoppen met decentraliseren. Maar vrij snel daarna ontdek je dat je een aantal problemen nog steeds hebt. En toen iemand die een soort voorhoederol had in Den Haag in dit spelletje mij vroeg, als je nou alles van tevoren had geweten wat er aan gedoe zou komen, René, zou je dan nog steeds voorstander zijn van al die decentralisaties? En toen hoefde ik niet lang na te denken. Toen was mijn antwoord, ik geloof dat het heel ingewikkeld wordt, maar ik geloof niet dat er een alternatief is. En nu ik terugdenk aan dat gesprek, denk ik dat ik te zuinig ben geweest. Want het is nog, dat komt een beetje voort uit de financiële noodzaak, zo'n soort antwoord. Maar laten we even naar onszelf kijken. Wat gebeurde er toen uit financiële noodzaak, want het is nooit mooier, de WVG naar de gemeenten toe kwam en met hetzelfde geld een dubbele doelgroep moest worden bediend. Het huis stond in de fik, de wereld was te klein en na een paar jaar hadden gemeenten het hartstikke goed gedaan, hadden we tevreden klanten en hadden we het gerealiseerd. Wat was de werkelijkheid toen de WMO neerdaalde bij gemeenten? Ongemakkelijke jaren. Harde maatregelen, maar inmiddels twijfelt er bijna niemand meer of gemeenten dat eigenlijk wel kunnen. Wat was de werkelijkheid toen de wet werk en bijstand gedecentraliseerd werd? Ineens verantwoordelijkheden bij gemeenten die we nog niet eerder hadden. Want we waren brave administratiekantoren en ineens moesten we activistisch worden. Dat een paar jaar later iedereen over de twijfels heen gegroeid was en zag dat gemeenten alle officiële prognoses hadden verbeterd. En waarom deden we dat? Omdat we weten dat de burgers die afhankelijk zijn van onze professionaliteit geen alternatief hebben. En dat is zo confronterend voor raadsleden, voor wethouders, maar ook voor ambtenaren. De kans dat je je klanten in het echt tegenkomt, dat het aanzet tot grote prestaties. En die prestaties leveren we iedere keer opnieuw. Twijfel dus niet aan de noodzaak en aan de wenselijkheid om gemeenten en alles in het gemeentelijk domein, daar neem ik SW-bedrijven in mee, grote opgaven te laten doen. Dan moet het wel gebeuren. Ik ben zelf, geloof ik, misschien wel het ergste voorbeeld van last-minute werken. Dus je ziet mij op dit soort bijeenkomsten altijd met gestrekte draf aankomen met een USB-stick met een presentatie erop. Die is dan de nacht daarvoor gemaakt. En dan heb je geen tijd om de afstandsbediening nog even te testen. Hè? Dat is wat je dan overkomt. Dus last minute werk, daar ben ik erg mee vertrouwd. En bij sommige mensen is het ook ongeneeslijk. En als er nou één ding aanleiding geeft tot veel last minute werk, dan is het de ene regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Omdat het daarin altijd zo lijkt te zijn dat degene die niks deed gelijk heeft. Ga maar nou, er werd gepleit voor één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Daarna heette het wet werken naar vermogen. Dat ding was bijna door de Kamer. Het zou in werking treden in 2013. En toen viel het kabinet.
En één verkiezing later heette bijna hetzelfde ding participatiewet. En dat zou in werking treden in 2014. En toen werd het weer lente. En toen kwam er een sociaal akkoord. En toen werd het geen 2014 meer, maar toen was ook wel even de vraag. En eigenlijk is het dat nog. Is er nog sprake van één regeling? En hoeveel ruimte krijgen gemeenten eigenlijk echt? Dus veel succes vanmiddag, André. Want daar moet het bevochten worden. En iedere keer zie je dus weer dat degene die zeiden, nou, ik wacht even, ik kijk even hoe het loopt, dat die gelijk lijken te krijgen. En zo kan het nog wel even door, hè? Want we wachten nu natuurlijk op de wet. Die wet die moet worden behandeld in de Kamer. Ik denk dat het woord kamerbehandeling ieder moment in beeld kan verschijnen. En daarna zijn er natuurlijk gemeenteraadsverkiezingen. Dan moeten er colleges worden gevormd. Dat duurt natuurlijk wel even. Dan is het al bijna weer zomervakantie. En dan zie je hoe het verder gaat. Als iedereen dus zo was als ik, dan zou je behoorlijk lang op je handen kunnen zitten en afwachten tot het misschien kwam en tot je absolute zekerheid had. Maar we hebben één absolute zekerheid echt. Namelijk, als we wachten tot we absolute zekerheid hebben, dan zijn we echt vet te laat, zouden ze bij mij thuis zeggen. Een actueel beeld uit Groningen. Oké, als het dan waar is dat hij komt, als we de wet op ons afkrijgen, dan is wel heel geruststellend dat lang niet iedereen in deze zaal is zoals ik. Want als ik om me heen kijk, dan zie ik dingen die duiden op een razende activiteit. In bijna alle gemeenten worden de organisaties hervormd. In bijna alle gemeenten worden de buren opgezocht om dingen mee samen te doen. In veel gemeenten wordt nagedacht over hoe je geld kunt verdienen in een back-office. In een heleboel gemeenten wordt werk gemaakt van werkgeversdienstverlening. Toen wij gisteren met de programmaraad bij de staatssecretaris zaten, en dat is meestal een tamelijk stevig gesprek, hoe gaat het in de regio's? Dan zoomen we ook vrij natuurlijk in op de meest achterblijvende regio's. Toen was iedereen aan tafel, ook de staatssecretaris het erover eens, dat in alle regio's sprake is van een stevige beweging. Het gaat vooruit overal. En er is sprake van flinke verschillen in lokale kleur. En dat hoort zo en dat is gewenst. En overal zie je dat gemeenten werk maken van hun werkgeversdienstverlening. Dat gemeenten bezig zijn om zich voor te bereiden op iets wat een enorme slagkracht nodig maakt. En daar waar gemeenten zelf denken dat ze die slagkracht niet hebben, daar vinden ze elkaar. We hebben dat onderzocht. Gewoon eens gekeken van hoe zit dat nou in gemeenten in Nederland. We brengen daar een factsheet over uit. En dan blijkt dat inmiddels meer dan de helft van de gemeenten zegt, het uitvoeren van de wet werk en bijstand, dat is iets wat wij samen doen. Wij organiseren dat met de buren. Je hoeft niet altijd samen te gaan om heel goed samen te werken. In een flink aantal van die gevallen, 4 op de 10, is ook sprake van een officiële gemeenschappelijke regeling. En in veel van die gemeenschappelijke regelingen zit je inmiddels op een schaalniveau dat boven de 100.000 inwoners komt. Dus als je massa zoekt, dan maak je hem ook. En de trend gaat door. Wij verwachten dat tegen de tijd dat de participatiewet wordt ingevoerd, 7 op de 10 gemeenten zegt die participatiewet, die voeren wij uit samen met een flink aantal buren. En zo maak je kracht. Door niet je kracht in het isolement te zoeken, maar door te zeggen, er zijn een paar dingen die we in deze regio samen doen en die doen we hier vol zelfvertrouwen en verrekte goed. Dames en heren, een paar jaar geleden alweer, in de fietstunnel onderweg naar mijn werk zag ik deze affiche. Ik ben afgestapt en ik heb hem op de foto gezet. Niet omdat ik een soort Sinterklaas fetish heb, maar omdat hij me ontroerde. Want wij, grote mensen, weten natuurlijk dat die schoenen niet vanzelf volkomen. Hè? Wij zijn allemaal op zijn tijd hulp Sinterklaas. En het is duidelijk dat je het niet van iemand moet hebben die hier komt, maar dat je het zelf moet doen. En als dat besef, wanneer je volwassen bent, lang genoeg is ingedaald, is het heel prettig om dan af en toe een schouderklopje te krijgen waarin Sinterklaas toegeeft dat je misschien niet meer in hem gelooft, maar waarin hij zegt, ik geloof wel in jou. Want jij moet het doen. En dat is volgens mij precies hoe het is. Dat is precies hoe het niet alleen de komende weken is, maar hoe dat heel ver gaat. Hoe dat ook verder gaat. Wij zijn de uitvoering. Wij moeten aan de slag met grote opgave, omdat het gaat over onze burgers. Omdat wij mensen moeten helpen.
Omdat wij ervoor moeten zorgen dat wie geen alternatief heeft, toch goed terechtkomt. Wij moeten ervoor zorgen dat onze klanten aan het werk komen. Wij moeten ervoor zorgen dat onze burgers betrokken kunnen worden. Wij moeten ervoor zorgen dat als je inwoner bent van een stad, dat je, ook als dat niet vanzelf spreekt, je leven weer terugkrijgt. Het zijn onze prestaties waarover anderen opscheppen. Het is wat wij aanrichten, wat onze professionaliteit is, stelt anderen, kamerleden, raadsleden, wethouders en wie dan ook, stelt hen gerust. Wij moeten ervoor zorgen dat die gemeentelijke organisatie staat ten behoeve van mensen die alleen maar bij ons terecht kunnen. Dat is ons vak. En dat betekent, misschien kan de laatste sheet even handmatig. Dat betekent dat wij stevig in onze eigen schoenen staan. Er komt niet zomaar iets in je schoenen. Je moet het er zelf in zetten en vermoedelijk sta je er zelf in. Wij zijn de uitvoering. De uitvoering is van ons. Wij moeten het tot een succes maken. En daarom is het geweldig dat we hier vandaag zijn. Glorieuze speeches, techniek met vallen en opstaan. Wisselende ervaringen die we straks tegen elkaar aanhouden. Maar ik hoop en ik verwacht dat we aan het eind van deze dag, vlak voorbij het filebuffet, huppelend naar huis gaan omdat we een paar ideeën hebben meegekregen waardoor we het weer aan kunnen. Wij zijn de uitvoering, die is van ons en wij gaan er een groot succes voor maken. Dank u wel.